leven hoort te mooi om waar te zijn. Ik voel me geen filmmaker, ik ben ook geen filmmaker. Ik ben meer iemand die een verhaal vertellen wil. Verhalen die mensen wil ik dwingen om na te denken over wat ze hebben gezien. Acht reizen, acht films, acht taalverschillende landen. Films maken over de hele wereld klinkt natuurlijk bijzonder romantisch, maar je gaat ergens naartoe omdat de situatie extreem is. En dat doe je 8-9 keer per jaar. Je bent waarschijnlijk de enige witte in het dorpje met een camera. Je weet niet wat je gaat zien, waar je terecht gaat komen, waar je zult overnachten. Ik stond er gewoon te filmen, ik had daar wel eens kunnen ingrijpen. Grote teen, dit zo, en dat gaat echt tot hier verder, dan heb ik geen gevoel meer. Als moet ik eraf. Op het heb je camera. Bewaking zeiden meteen moeten heel snel terug. Want er is iemand die slecht is. Hoezo slecht persoon? Wie is dat dan? En hij zei van ja, de Taliban. Het zou niet juist zijn om mensenrechten te negeren omdat het gevaarlijk is. You know, I've got a bit of the feeling that I need to go home before I lose myself. Kom ik dan thuis van reizen en dan vind ik het soms best wat moeilijk, omdat je dan in een wereld komt waarin eigenlijk alles oké is en alles veilig. En ik vind het altijd wel heel moeilijk om die schakeling te maken. Je bent op zoveel plekken in de wereld en je weet op een gegeven moment niet meer waar je 's morgens wakker wordt en je gaat je dan afvragen, ja, waar hoor ik eigenlijk thuis?